Okay. Vertel over je radioprogramma. Je hebt een radioprogramma dus. Oh ja, dat is wel Patrick. Voor je interesse. Ja. Ik heb een radioprogramma en ja, ik weet niet hoe ik erin gerold ben. Ja. Ik kan het moment niet meer echt precies herinneren, maar vrienden zeiden tegen mij, je hebt een radiostem. Nee, eet smakelijk. Ja. Hebben we een primeur, eet smakelijk. Ik ben ook een podcast aan het opzetten. Wie niet, hè, tegenwoordig? Nou, dat weet ik niet. Nee. Niet zoveel. Ik luister echt religiously naar Joe Rogan's podcast. Wie is Joe Rogan? Joe Rogan is bekend van het presenteren van het programma Fear Factor in Amerika. Mm-hmm. Daar is hij het meest bekend van. En hij is ook stand-up comedian, Patrick, trouwens. Hij heeft nu een special op Netflix. Ik vind hem niet zo goed, stand-up. Nee, hij is ook niet zo goed stand-up. Maar hij is gewoon een soort standaard Amerikaan, anno 2016, zeg maar. Hij heeft het machismo van de standaard Amerikaan. Maar anderzijds is hij wel een soort man van de wereld. Hij gelooft in spiritualiteit, dat de aarde plat is en dat de Duitsers de pizza hebben. Hij is meesterlijk in UFC. Ja, en hij is dus UFC-commentator. Ja. En ik weet niet of ik het daar vorige week over heb gehad. Waarschijnlijk... Oh, heb ik het wel over gehad. Zie, hij weet het al niet meer. Ja. Maar toen zat hij al zo. Ja, daar is hij super goed in. Wij waren er niet voor over. Ja. Jij kijkt ook UFC. Ja? Ja. Religious, ik weet dat bij jou toen in Barcelona kwam. Ja. Ik weet niet of we daarvan begonnen. Ja, dat mag het ook. Toen zei jij, ik moet je wel iets laten zien. Mm-hmm. En toen heb je voor het eerst 3,5 uur lang alleen maar Conor filmpjes laten zien. Welke partij? Oké. Okay. Oh, alles van McGregor. Ja. Okay. En eigenlijk zegt van dit is onze profeet. Nou, hij is. Ja, laat ik het zo. Nee, nou, misschien niet onze profeet, maar hij is wel zeg maar de. Hij is wel een beetje de. Hij doet het. Ja, precies. Hij is zeg maar de Johnny Cash van het vechten. Hmm. Als in de Poor Man's Hero. Omschrijf ik dat goed? Ja, niet eens de Poor Man's Hero. Het is, hij komt in een wereld waarin hij vervolgens alle regels bepaalt. Ja. En dat is en hij heeft scheid. Uniek. Hij heeft echt een grote mate van scheid. Maar, en dat vind ik dus, wat ik toen straks aan het begin zei over dat grijze gebied, zeg maar. Hij is constant op zoek naar waar de grenzen liggen eigenlijk. Zowel van het intermenselijke als zeg maar het zaken. Doen, want het is een $1 million of $1 billion industrie. Ja. En het vechten. En maar zeg is maar... hij in het vechten ook onorthodox? Of is hij daar Hij is dus een southpaw, dus in die zin is hij sowieso onorthodox. Volgens mij wel, want als je naar zijn trainingen kijkt, ik heb gezien hoe hij traint. Ja. Dominique laat me dat wel zien. Ja. Maar dat zijn niet de normale training. Nee, maar dat doet hij ook wel weer. Bij hem is altijd het punt, wat is show, PR? Marketing. Ja. Maar wat is southpaw? Sorry. Daar sta je met je linkerbeen voor. Ja. Okay. Zo'n normale slechte vechter staat met zijn rechterbeen voor en hij staat met zijn linkerbeen voor. Normale vechter staat met linkerbeen voor. Jij doet ook en hij staat met zijn rechterbeen voor. Maar voor de record, jij doet aan vechtsport? Jij doet sowieso aan vechtsport. Hij heeft wedstrijden getoond. Jij hebt wedstrijden gevochten. Ja. Ja. Ik ben heel gevaarlijk in het praten over vechtsport. Jij praat heel goed over vechtsport. Ja, ja, ja. Maar jij hebt, ik ben al 3 jaar geleden, dat je zei dat je overwoog om wedstrijden te gaan doen. Ja. En toen zei je ook van, als ik nu deze training, als ik 10 jaar geleden deze training had gedaan, dan zou ik dit geweten, gaan doen. Als ik dat was ik nooit gaan zingen. Nee, was ik niet gaan zingen, was ik gaan vechten. Maar we zijn echt in boksen. Ja. Waarom dan? Wat heb je ontdekt in het vechten? Nou, dat ik best wel goed erin. Maar het is geld. Kickboxwedstrijden moeten ze uitzenden bij Studio Sport, vind ik. Ik vind het ook raar. Ja, Oké, ik heb niks met sport. Ik vind alle sport kut, per definitie. Maar wij hebben het dan over vechtsport. En ik vind dat van alle sporten het meest interessant. Ja. Omdat het heeft de meeste characters. Ja. Het is onduidelijk. Het is een hele boeiende, entertaining sport. Ja. En de coverage, het lijkt bijna alsof je porno. Alsof je porno kijkt als je dat iets kijkt. Het voelt een beetje vulgair. Het is, en dat vind ik raar. Het is beter te vergelijken met hiphop wat mij betreft. Omdat namelijk, ik denk dat zeg maar, het stigma wat erop rust is dat het heel gewelddadig is. En dat het, zeg maar, dat het gaat over elkaar vooral heel veel pijn doen en dat soort shit. Maar dat er een. Nee. Ja. Nee, want er ligt een veel soort dieper gewortelde bijna spiritualiteit aan ten grondslag. Ja. Die zeg maar iedereen die er involved in is. En ik ben dus echt gewoon alleen maar een kijker. Ik ben een enorme bandwagon guy. Zeg maar van, ik ga echt in op hypes. Want ik ben echt de als McGregor vecht, dan kijk je. Luister, niet. Ja, als er een hype is, dan ben ik gewoon op die shit. Snap je? Dus van, nu is er gewoon een vechthype. Dan ben ik daar helemaal op. I love that shit. Oké, dus vechten. Nou, en hiphop dus ook. Ja, zeg maar je kunt, ik snap het wel. Maar hoe is die vergelijking dan? Wat bedoel je? Nou, let op. Voor de corner, als iemand zegt, ik hou van UFC of vechten, dan zegt iemand, maar dat is gewoon elkaar neerrammen, op de grond door blijven stampen. Ja. En bij hiphop, dan kun je zeggen, ja, maar het is gewoon allemaal bling, bling, glitches, yo-yo. Bling, bling, elkaar dissen, vechten, schieten. Vrouwenafs, ja, precies. Maar er ligt een veel mooier soort, er ligt een soort traditie en een cultuur en een
bijna iets spiritueels. Zeg maar, als wij een afbeelding van Biggie... Heb je Luke Cage gekeken, de serie? Ja, dat schilderij. Als jij die afbeelding van Biggie ziet... Ja. Iedereen die houdt van hiphop in het algemeen... En je ziet die afbeelding... Dat is like God to us, toch? Zo van, dat is wel hetzelfde. Als jij die foto hier... Ja. Ik vertel aan mensen dat jij die foto hebt... En ik heb hem gezien. En mensen die hem niet hebben gezien voelen zich zelfs... Die krijgen een soort kippenvel. Ja. Ik heb een foto van Biggie hier. Maar het is ook, als je het niet hebt gedaan en je hebt nooit een training gedaan, weet je echt niet wat het is. Hoe moeilijk het eigenlijk is. Nou, dat is zeg maar, dat gewoon heel zwaar. Ik wil even die groep verdedigen als ambassadeur van de groep die het nog nooit gedaan heeft. Jij bent ook iedereens ambassadeur, hè? Sowieso, je moet een keer gewoon een kamp kiezen, jongen. Nee. Okay, dat kan niet, hè? Want het kan ik mag nog wel even inhaken op wat jij net zei. Oké. Want ik denk namelijk dit. Oh. Allemaal leuk eigenlijk wat jij denkt. Ja, dat is wat ik denk. Dit wordt echt een ding, heb ik dit gevoel. Dus ik heb het. Nog niet helemaal uitgedacht. Dus voor het eerst dat ik dit zo ga uiten. Oh. Dus voor mij een nieuwe gedachte ook voor mij. Ik ben graag voor de tijd nemen hier. Oké. Maar wat met hiphop geldt en ook wel een beetje met kickboksen. Ja. Dat is een beetje wel een underdog ding. Ja. En daarmee wil ik ook zeggen dat een hoop van dat milieu heeft een beetje minderwaardigheid. Dat heb ik zelf. Ja. Ook. Om even zo uit te leggen, wat jij net zei over hiphop. Dat er traditie en cultuur en zo aan de grondslag is? Ja, nou dat heb je ook met hockey. Maar hockeyers schamen zich niet om met een hockeystick te fietsen, want ik heb net gehockeyd. Daar zit geen schaamte achter. Ja. Niemand zit te denken, hallo, krijgen wij geen aandacht, we hebben gehockeyd. In die cultuur is dat allemaal oké en niemand schaamt zich voor... Ze vinden het prima dat het binnen hun eigen wereld is. Een beetje nu wel, een beetje. Als ik met z'n lul doe je ook hockey, dan schamen ze zich, ja ik doe ook hockey. Ja. Maar met kickboksen en al dat ga je al in verdediging voor... Nee, dit is wat ik wil zeggen. Ik geloof in energie en hoe waar dingen uit vanuit ik ook, ontstaan. Ik geloof ook in energie. Nou, een kickboksen heb ik het ook wel. Het is een vechtsport en je moet knokken. Mm-hmm. En dat geldt ook een beetje voor hiphop en rap, merk ik, vind ik. Je moet je plekje verdedigen. Het komt voort toch uit de battles. Mm-hmm. En nu, ik ga mijn plekje even verdedigen. Dit is waar ik vandaan kom, heel verbaal. Maar dat komt ook voort uit een minderwaardigheid dat je ergens voor moet knokken. Waardoor je ook een beetje projecteert. Dus wanneer dat je denkt, ja, zo wordt een beetje misschien over je gedacht. Want je reageert daarop. Je vertrouwt de waarde. Dus dat is een cultureel iets wat je ook een beetje zelf in stand kan houden. Wat ik vind, zoals Kanye, dat een beetje aan het ontwikkelen is, vind ik eerlijk gezegd. Hij maakt je overdreven te groot. Nou ja, nee, wacht even. Onderdok. Hij is ook heel groot. Hij is ook en hij is dus enorm. Zeg maar van als ik wilde net toevallig aan jouw houding. Dat is ook een attitude. Maar Kanye is van het begin af hoe groot Kanye is geen houding, hè? Jawel. Hoe groot hij is een quote. Nee, maar het begint met een houding. In het begin zei hij, toen hij nog niet bekend was, Dave Chappelle zo, ik citeer even iemand anders, maar die vertelde toen dat hij, toen was er vroeger schenen gebouwd te zijn waar iedereen werkte in de studio's. De Roots, de fabriek van wie allemaal. En ze waren nog niet echt heel groot geworden, maar ze werkten allemaal in dezelfde studio. En op een gegeven moment, Dave Chappelle zit erbij, die is aan het hangen. En die is met Kanye. En Kanye wordt gebeld en die zegt... En hij is niet eens bekend, hij is nog een beatmaker. Ik ken het wel, Vertel me even. Ik ken hem niet, vertel hem. Dan zegt, dan wordt hij gebeld door iemand. Hij is nog niet bekend, hij is volgens mij op dat moment alleen nog een beatmaker. Hij zegt, hé man, ik moet ophangen, want ik ben een dope man en ik doe dope shit. En hij hangt op. Nou, dat is echt een attitude die je dan hebt. Ja, maar dat is... Maar zeggen, hockeyers, die hebben dat niet. Hoezo niet? Nou, die gaan er bijvoorbeeld aan dat het oké is op de fucking hockey. Nou ja, weet je wat, hockeyers, zeg maar, om even heel erg een beetje iedereen over een kant te scheren, maar zeg maar, kijk, hockey is een cultuur, of laat ik zeggen, de sport bevindt zich in een gemeenschap waarin mensen over het algemeen geld hebben. Dus kinderen van tandartsen, doktoren, advocaten, noem maar op. Voelen de behoefte. Dit is wat ik denk dat aan de hand is. En waarom wij documentaires kijken over enge dingen en waarom wij films kijken over enge dingen is omdat ik denk dat, zeg maar, niets laat jou het gevoel hebben dat je leeft als, zeg maar, de angst om te sterven. Ik denk dat ware liefde zich tentoonstelt wanneer jij dus bijvoorbeeld iets als angst en een paar andere dingen, wanneer je dat laat vallen, wanneer dat er niet meer is, dat is waar mensen liefde zien. Zeg maar, wanneer ze zien van, oh wow, deze persoon heeft kent zo weinig angst, zo weinig... maar ik denk dus dat zeg maar, als jij niet erkentelijk bent daarvoor, dus als jij niet erkentelijk bent voor dat feit, zeg maar, dan zie je dat niet. En dat is bijvoorbeeld in hiphop. Dus ik denk dat, zeg maar, mensen die erkentelijk zijn voor het feit dat heel veel mensen in hiphop komen uit een situatie waarin ze weinig te verliezen hadden, en dus alles on the line durven te gooien om het te doen, dat de mensen die daar erkentelijk voor zijn, zien dat het ware liefde is wat zij stoppen in hun artvorm. En dat zie je dus bij vechters bijvoorbeeld ook. Als wij een zangeres of een acteur of iemand die komt van de slums en wij zeggen van, oh, he made it, vanuit niks, he put everything on the line en hij is gegaan voor zijn carrière. Of zelfs, hij deed eigenlijk een rechtenstudie, die heeft hij weggegooid om vervolgens... Precies, maar dat kan de hockey dus ook doen. Nee, is anders. Nee, want die zijn covered, toch? Om te beginnen verlies je een teamverband, dus je verliest niet echt. Ja, dat staat niks op het
niks op de lijn. Ja. Is vele malen groot. Ja, als je bij een wedstrijd ook wordt neergeslagen, ja, is de vernedering zo groot. En dat is de grootste kanker in hip-hop, is geld. Want dat is een probleem. De grootste kanker in hip-hop is geld? Ja. En eigenlijk in elke vorm van authentieke kunst, zeg maar, is het grootste gevaar is geld. Want zodra je dat hebt, heb je iets te verliezen. Mm. En eigenlijk als je niets te verliezen hebt, dan dat ben je bereid om volledige overgave met volledige... En maar dat is gladiator shit. En ik dat voel is dat, ja. Maar het is soms alleen maar putting everything on the line. Ja, maar ik, nee, maar ook omdat je weet dat als het niet lukt, dan ben je meteen 100 stappen terug. Ja. Je hebt niet... Je hebt even, niet, trouwens, je kunt niet naar je vader. Rico Verhoeven en Barre. Ja, maar toch, hè. Ja, dat vind ik een ziek. Wat? Dat is een ziek. Ik denk die hele wedstrijd is ziek. Hoezo ziek? Omdat. Rico Verhoeven en Badr Hari. Die gaat vechten binnenkort. Ja. Wanneer ben ik niet, Vincent? En waar? 4 december. 10 december. Verhoeven heeft Badr Hari uitgedaagd. Ja. Nadat Badr Hari in al die shit waar hij in terecht gekomen is. Ja. Weet je? Dus aan de ene kant ben je Rico Verhoeven. Sta je voor die sport? Wil je die sport vet maken voor de fans? Ja. Voor de grotere. En vervolgens zeg je, hey, ik wil die gast uitdagen. Snap ik helemaal. Ja, ik snap het ook qua financieel, promotie, al die dingen. Niet financieel, voor de sport. Nee. Hij is een legend, sorry. Ja. Ik weet weinig van de sport, maar Badr Hari is een legend in die sport. Dus en los van wat hij in zijn... De jonge kids, de jonge vechtsportkids zien het daar niet los van. Die denken gewoon nog steeds, Badr Hari doet mee en dit een vechtsporter. Maar je bedoelt, is dit. Je hebt een soort... Een voorbeeldfunctie, absoluut. Ik vind, fucking moralistisch, weet ik. Maar ik vind dat wel... Nee, ga niet om moralistisch. Maar kom op, hoeveel schrijvers die jij kent hebben dingen gedaan of zich geprofileerd op een manier die er enigszins dubieus kan zijn. Maar het gaat toch om hun werk. Mag geen aanspraak Ik ben zo blij om Badr Hari weer te zien. En nogmaals, ik weet heel weinig omdat het gaat over sport en hoe hij zich... profileert, ik denk maar wat als hij wint? Wat als hij wint? Dat is super goed. Dan komt er een deel 2. Ja, nee, oké, los van de sport. Wat hij wint, dan is het... Is het dat je... Misschien voor jonge Marokkaanse jongens. Jonge Marokkaanse jongen, waarom kijk je mij aan? Nee, ik ben een middle-aged white man. Nee, natuurlijk, jouw Marokkaanse volk. Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Dus luister, voor mij is hij, ik vind hem te gek. Hij kan al die shit doen en hij kan iedereen en dan wint hij. Nee, hij kan terugkomen, dit is een second chance. Maar hoezo is hij te gek? Dit is een second chance, dat is wat het dan... Als hij wint, dit is een second chance. Ik ben niet met hem. Hij gaat uiteindelijk alleen die matchen, die match is gelijk. Hij gaat erin met de skills die hij heeft. Los wat hij gedaan heeft, los absoluut, wat hij heeft. Absoluut. En dat is het pure aan die sport. Dat is waar we het net over hadden. Ja, maar dan heb je de sport los. Maar je kunt de sport nooit los van het verhaal zien. Ever. Nee. Daarom is McGregor ook zo boeiend. Want die zie je ook niet los van het verhaal. Dat, ja, maar, het is het verhaal. Ik weet niet van McGregor. Ik weet heel weinig van sport. Maar maakt jullie geen fuck uit als er een neonazi vecht? Of iemand die, weet ik wat, maakt jullie allemaal geen fuck uit dan? Dat meen ik wel echt serieus. Nee, dat maakt mij geen fuck uit. Nee, maar dat kan. Nee, want ik zie die hele shit als zeg maar een soort van vroeger G.I. Joe of zo. Of He-Man of zo. Daar had je ook gewoon je favoriete poppetjes. En zeg maar, je wacht maar gewoon op de aflevering dat zij tegen elkaar dat iemand invloed heeft op jongeren. En dat maakt je allemaal niks uit. Nou, alleen als het politiek wordt het gevaarlijk. Maar in dit soort situaties maakt het allemaal geen fuck uit. Nou ja, weet je...